This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. Just let me hear some of that rock and roll music. Het Muziekmuseum. Let the music play. Het Muziekmuseum. Music. Het Muziekmuseum op Baren FM. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. Honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Show free to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Muziekmuseum. Ja, lieve mensen, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via Baren FM is geopend. Welkom. En we hebben weer een mooie rondleiding, hoor. Ja, absoluut. Een rondleiding langs week 4. En dat is een week waar in het verleden veel carnavalsmuziek werd gedraaid op de radio en uitkwam. Dat was zo een aantal weken voor de carnaval. Dus die komen we vandaag tegen. We hebben een oude hitparade centraal uit die week, uit het jaar waarin het blaaspijpje in Nederland voor het eerst wordt geïntroduceerd. Ja, wanneer was dat? Dat is lang geleden. En het jaar waarin Carl Perkins overlijdt. Hij overlijdt op 19 januari 1998. In 1956 heeft hij zijn eerste hit met Blue Suede Shoes. Dat is wat we draaiden. Van 1965 tot 1975 speelt Carl Perkins in de begeleidingsband van Johnny Cash. Jazeker. Op 24 januari 1953 trouwt hij met Velda Kreider. Uit dit huwelijk worden drie zoons en een dochter geboren. Carl Perkins overlijdt op 65-jarige leeftijd. Velda Perkins is op 15 november 2005 overleden op 74-jarige leeftijd. Ja, en van de heren die we nu gaan draaien zijn er inmiddels ook al twee overleden. Ladies and gentlemen, The Beatles. The Beatles. I'm gonna tell you of one more time.
Zondag tussen 3 en 5, het Muziekmuseum. Have a million dollar weekend. If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I lost my one and only. They'd be sad if you're back to me. The leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying. They'd be sad, don't be bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so. And I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. Of letting you go, just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. With you every night through the long commuter fight, and in the morning with your toast and mama lady. Oh, who listens to radio? No matter if it's summer, winter, spring or fall, who listens to radio? Only 150 million. Solstrejf i en vandpyt, et lille kindkys af en ven, og Sivel der nynner, at livet begynder sit spil i dit sind. En sølvfløjt fra en trætop, en svagt og krat lyd af en kat, en risselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Jomfru daggry går til ro, dagen står på kold af sengen og går over solens bro. Os to, hvad med os to? Ja, hvad med os to, dig og mig? Jeg danser og danser og stanser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen. Kom igen, du min elskede ven. Kom igen, kom igen. Hvor du ønsker, det danser vi hen. Kom, lad os danse. Alt kan der ske. Kom, lad os danse. Lad os danse. Lad os le. Sølvfløjt fra en trætop, et svagt og fladt lyd af en kat.
en risselen, i bekken, in wisselen, i hekken, der siger, at det ikke mere er nat. Du går, ligger englen, jomfru daggry går til ro, der en står puk, kold ud af sengen, og går over solens bro. Og os to, vær med os to, jeg vær med os to, dig og mig. Danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen. Elskede ja, zo'n liedje wat je eigenlijk nooit meer op de radio hoort. Gelukkig is er het Muziekmuseum. Het 7e Nationale Songfestival in Tivoli in Utrecht gaat op 23 januari 1963 niet door. De muzici van het Metropoolorkest zijn in staking. De bedoeling is dat Annie Palme 3 liedjes zingt waaruit zal worden gekozen. Door de staking zingt zij, begeleid door een geluidsband, deze liedjes voor een selectiecommissie. Een speeldoos is een liedje dat de winnaar wordt. In de Rudy Karel Show, die door de Varen op 8 februari 1963 op televisie wordt uitgezonden, laat Annie Palme de kijkers kennis maken met het nummer Een Speeldoos. Bij de internationale finale van het Eurovisie Songfestival op 23 maart 1963 in Londen eindigt Annie Palme met 0 punten op de gedeelde laatste plaats met Noorwegen, Zweden en Finland. Winnaar dat jaar is Denemarken met Grete en Jorgen Ingman met het nummer Dansen Vieze. En dat is wat we draaiden. Het haalde 42 punten. Daarvoor muziek van Billy J. Kramers en de Dakotas. Dat heeft ermee te maken dat Ray Jones overlijdt op 20 januari 2000 in Moorcamp in Engeland. In de jaren 60 is hij de gitarist van die band. Deze groep uit Liverpool heeft in totaal 6 hits, waarvan er 5 in de Britse top 10 terechtkomen. Bad to Me, Little Children hebben op de eerste plaats gestaan. Ray Jones is 60 jaar geworden en wij draaiden Bad to Me. Daarvoor muziek van de Beatles, want op 22 januari 1963 worden opnamen gemaakt van de Beatles voor het BBC-radioprogramma Saturday Club. Het debuut in dit programma wordt op 26 januari 1963 uitgezonden. Een van de nummers dat wordt gezongen is Keep Your Hands Off My Baby. En dat is wat we draaien, precies ook die uitvoering. Een liedje wat door Carole King en Gary Goffin in 1962 wordt geschreven als opvolger van The Locomotion voor Little Eve. Maar deze bijzondere opname hoorden we dus van de Beatles. Keep Your Hands Off My Baby. Zometeen hebben wij een oude hitparade uit het jaar waarin Pong, het Atari-spelletje, voor het eerst op de computermarkt komt. En we hebben een hitparade waarin dit de alarmschijf was. Week 4, 1900 en... ja, lang geleden. Let op! Veronica's alarmschijf. She turned up a two-eyed jack. My eyes saw red, but the
week. Ja, lieve mensen, daar zijn we aan toe. De langspeelplaat van de week. Maar eerst vertel ik je nog dat wij luisterden naar de alarmschijf in week 4. Maar van welk jaar? Het was van Cher. En zij wordt geboren op 20 mei 1946. Ja, het is een oude tante, maar... dat is niet meer te zien, hè? Helemaal strak getrokken. Oké. De langspeelplaat van de week. Een bijzonder album uit 1968 van... The Lady of Soul, Aretha Franklin. En het album is Lady Soul. Aretha Franklin is de dochter van gospelzanger C.L. Franklin. Ze wordt pas bekroond met de eretitel Lady of Soul nadat ze haar eerste plaat uitbrengt bij Atlantic Records. De 12 jaar daarvoor is ze onder contract bij Columbia Records. Ze moest daar nietszeggende popliedjes zingen. Maar als Atlantic producer Jerry Wexler haar koppelt aan de Memphis Muscle Shoals Sound Rhythm Section, dan ontstaat er een ongekende slepende soul. Het album Lady Soul is haar derde plaat die ze samen maakte. De eerste twee zijn de opmaat naar dit meesterwerk. In het nummer Haines of Fools and Since You've Been Gone van Donny Gunvey horen we de Sweet Inspiration als achtergrondkoortje. In het nummer Good to Me as I Am to You speelt Eric Clapton de gitaarsolo. Het nummer A Natural Woman van Carole King en Gary Goffin vindt op deze plaat zijn klassieke vorm. Bij ons dus deze week de langspeelplaat van de week, Lady Soul van Aretha Franklin. De langspeelplaat van de week. I'll tell you that it ain't no way, it ain't.
www.hetmuziekmuseum.nl. Ja, een langspeelplaat van de week. Dus Lady Soul 1968 van Aretha Franklin. Ze zong ook nog op 21 januari 2009. Tijdens de inauguratie van de 44ste president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Het eind ging een beetje vals, volgens mij. Ruim 65 is ze. Dus, verderop in het muziekmuseum nog meer muziek dus van dat album. Maar eerst gaan wij naar het muzikale overzicht. Zodoende te raden naar een jaartal. Ja, want we hebben namelijk een hitparade uit een bepaald jaar. Ik heb daar de top 40 hier in de computer staan van week 4. Die gaan wij behandelen. We gaan zo meteen de nummer 1 draaien. We gaan wat nummers draaien uit die lijst. Uit de top 10 sowieso. Maar we gaan eerst eens even uitzoeken uit welk jaar dat is. Een van de platen die we vinden. Oh, deze moet ik niet hebben. Een ander knopje, zeg maar. Nieuw. Ja, die zit onder bepaalde knopjes en waarschijnlijk is dat verwisseld. Goed, ik had in mijn hoofd 5, maar het blijkt 7 te zijn. Of andersom, ik weet het niet meer. Maar goed, we zijn inmiddels in die top 40 beland. Ah ja. Op 36 komt hij binnen. Prachtig nummer van de Electric Light Orchestra. Inmiddels ook een klassieker geworden. Showdown heet het. Het jaar wat we zoeken wordt de Volkswagen Golf geïntroduceerd. Het is de opvolger van de Volkswagen Käfer. In plaats van een luchtgekoelde motor achterin heeft hij een watergekoelde motor voorin. En hier hebben we een heel bijzonder nummer. We gaan er even een stuk naar luisteren. Henk Elsink staat op 32, in die top 40. In een huisje op de heide zat een grijze oude vrouw. Daar hield stilletjes te schrijden. En wat het lot haar zeggen brouw. En wat het lot haar brouwen zijn. Wat het lot haar brengen zou. Haar dochtertje had haar verlaten. En woonde in een hier van plezuis. Op een pluis van zijn huis van plezier. En lonkte de mannen op straten. En ging er dan zwier aan de zwaar. En zwaar aan de zweer. En al zei de moeder met geween. Johanna, laat mij niet alleen. Kom nu terug. En kom nu terug. Kleine Johanna. Kom nu terug. Jijne klooien, kleine Johanna. Het is vergeten. Het is borenfijn voor mij. Kleine Johanna. Kom weer bij mij. Ja, vond ik leuk om daar een stuk van te laten horen. Henk Elsink was dat met kleine Johanna. Het jaar te zoeken is het jaar waarin het knuffelaapje Monchichi op de markt wordt uitgebracht. Het is een knuffelbeestje dat zijn duim in zijn mond kan steken. Er zijn allerlei soorten en maten verkrijgbaar. Jongens, meisjes, oud of jong. Je kan ze kopen in een pilotenpakje als wel als bruid. En uiteraard zijn er ook neppers op de markt. Het is dus zaak om het origineel te vinden, zeg maar. Monchichi's, ja. Welk jaar was dat? Lang geleden, hè? Jaren 70, dat sowieso. Dat vertel ik hierbij.
opvolger van de Seekers. En ze noemden zich de New Seekers. En ze hadden een hit met You Won't Find Another Fool Like Me. Het jaar wat we zoeken wint Gerry Kneteman op 13 april. De 9e editie van de Nederlandse enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race. Kneteman, ja. Is ook alweer overleden. November 2004 overleed hij. Bijnaam de Kneet. En hier is Gary Glitter. Vervelend mannetje. Prachtig nummer, Billy Paul, Thanks for Saving My Life. We moesten hem van vinyl afhalen, want we konden hem nergens vinden. Dat is toch bizar. Dat doen we met liefde. Zetten we op een pick-upje en dan laden we hem in de computer. Hier is onze Griek, Demis Roestos, maar deze keer in het Duits. Hij had er een vette hit mee. We gaven ons in zonneschijn. Een kurze traum van glücklich zijn. Oh, ging viel zu schnell vorbei. Es kam der Abschied für uns zwei. Nun denk ich nur noch daran, wie ich dich wiedersehen kann. Op 23 juli van het gezochte jaar komt na een ballingschap van 11 jaar de Griekse ex-premier Konstantinos Karamanlis terug in Athene, waarmee een definitief einde komt aan de kolonelsregime. Ook beroemde ballingen zoals componist Mikas Theodorakis en actrice Melina Mercouri en de politicus Andreas Papandreou keren weer terug naar Griekenland. Dus dat was een bijzonder jaar, zeker ook voor Demis Roussas dus. En ja, we want sweet. We want sweet. Dat was nieuw. Ook al nieuw zeggen in die lijst. En ik vertelde je net al dat er veel carnavalsmuziek in staat. En deze is echt geweldig leuk. Adele. Zullen we het nog een keertje over het doen? Want het was niet naar mijn zin. Laat me het nog een keertje over het doen. En begin maar bij het begin. Ja, niet te verwarren met Adele. Die schrijft het hetzelfde. Adele Bloemendaal en Zalmut. Nog een keertje overdoen. Begin maar bij het begin. Een voetbalclub uit Lier verloor laatst met 5-4. Een supporter rende het veld toen op en riep vol wanhoop: stop!
Zal men het nog een keertje over het doen, want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje over het doen, in het begin, maar bij het begin allemaal. Zal men het nog een keertje over het doen, want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje over het doen, in het begin, maar bij ja, ze wordt geboren op 11 januari 1933. Ja, ze is ook al behoorlijk op leeftijd, dus Adele Bloemendaal. Dit was dus jaren 70, maar welk jaar zoeken we nou? En dit stond op nummer 20. En dat was ook al nieuw. Wings met Mrs. Vanderbilt. En een plaatsje hoger en ja, bleef eigenlijk hangen na de kerst dat het zo'n grote hit was geworden. Duurde het een tijd voordat hij de lijst uit was. Ja, dat hebben we nou toch wel gehad. Sleet! Ja, op zich een knap nummer. Mooi. Nou, doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan. Zeg, wees eens lief, wie niet even langer blijven. Dan leg je er gewoon een meier bij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven. Die veel beloven en niks doen, dat is niets voor mij. Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw. Ach kom nou. We doen wat we doen. Ja, iedereen zong het mee. Prachtig nummer. Astrid Nijg, Ik doe wat ik doe. Deze gaan we zo meteen helemaal draaien. Van Cockney Rebel Sebastian. En ik heb de neiging om hem de lange uitvoering te draaien. Maar we draaien het originele singeltje. En die hoor je zo meteen in de tweede deel. Lady, it's simply the candle is burning slow for me. Nummer 13 is dat. En even kijken, we hebben Wally Tax. Gaan we zo meteen even helemaal draaien. Die komen we tegen op nummer 12, Miss Wonderful. En op nummer 11 komen we ook nog tegen deze van Elvis Presley. Zullen we even eentje helemaal draaien? Welke zullen we helemaal draaien? Weet je wat, we draaien gewoon die van Cockney Rebel. Ja, die gaan we nu even helemaal draaien. We hebben weer wat ruimte in het tweede gedeelte. Zometeen lees ik de top 10, draai ik nummer 1 in de lange uitvoering ook, want die vind ik erg leuk. Het laatste stukje met name, maar dat hoor je dadelijk. Lady, it's simply the candle is burning slow for me. Generate me limply, can't seem to place your name, Sherry. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Come to a strange place, we'll talk over old times we never spoke. Toss me the dime.
Je Bayesian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope. Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. Top 10. Ja, lieve mensen. We hebben een oude top 40, week 4 uit 19. 74. Ja, ik heb lekker niet gezegd dat dat het jaar is waar wij zeg maar de finale verloren van het WK voetbal. Want dan weet iedereen dat. Dus dat soort feiten laten we tegenwoordig een beetje achterwege. Oké, ik lees de top 10 en we draaien nummer 1 en nog een paar nummers. Nummer 10. Het is weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox. Nummer 9. Den Uil is in Den Olie van vader Abraham en boer Koekoek. Ja, dat had te maken met de carnaval natuurlijk. Op 8. Baby Blue van de George Baker Selection. Op 7 La Montanara. Ik moet zeggen La Montanara. Denk ik ja. Heino. 6 is Everybody Happy van Jackpot uit Nederland. 5 The Most Beautiful Girl in the World van Charlie Rich gaan we zo draaien. 4 Ella André Mos. 3 Rock'n'Roll van de Cats. En 2 Someday Somewhere Demis Roussos. En hier hebben we. It's now number 1. Thank you.
is taking advantage of me. Muziekmuseum. It's fun! Nummer 5. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. And the beat goes on and on and on and on, on and on and on and on. Nummer 12. Oh, Miss Wonderful, you're so beautiful, you're so fine. How I wish that you were mine. Oh, Miss Awful Night, you are paradise. Are you real? Don't you know the way I feel? There's something new about this love I wanna give to you. Got something clean and beautiful, and darling, I'll be true to you. 'Cause you're wonderful, 'cause you're beautiful, 'cause you're
foolish pride. Oh, Miss Wonderful, you're so beautiful. Oh, Miss Wonderful, you're so beautiful. Oh, Miss Wonderful, so, so beautiful. Speelplaat van de week. Stop!